Berber. Dit hier is Bahari. En daarna staat Baima. Wij zijn de 3-5 uit Oosten. Net zoals in het kerstverhaal dus eigenlijk. En wij noemen dan zelfs B3. Leuk, ja, hè? Dat vonden we zelf hartstikke leuk bedacht. Zeker. Aangezien we dus Berber, Bahari en Baima eten en uit Borculo komen. Ook nog eens. Wij zeggen zelf ook wel eens Burkalo. En wij zijn de enige echte allochtone multiculti kerstfeest mij de moslima bent. Ja, wij vonden gewoon in tijden van kerst moeten we natuurlijk allemaal een beetje integreren, zo heet dat nou eenmaal. Dus om nou echt dat multiculti kerstgevoel helemaal optimaal te krijgen, vinden wij gewoon, moet je toch proberen om te zorgen voor een burka bij de boom, wat couscous bij de kalkoen, de kerstster even zo richting het oosten en wat tulband, nou ja, bij de tulband dan. Ja. Nou, en het is helemaal trendy, zo'n allochtoon kerstfeest, multiculti. We hebben zo wel 5 optredens op een dag, hebben we zo wel. We gaan zo het hele land door, het is hartstikke hip. Ja hoor, en we hebben natuurlijk ook heel erg gewerkt aan ons imago, dat kun je wel zien. Want we hebben tegen elkaar gezegd, wat vinden wij nou superleuk? En toen zei ik, nou, ik wil gewoon heel graag een sexy imago. En toen hebben we onderzoek gedaan en toen bleek dat eigenlijk het meest sexy toch wel gevonden werd als er heel veel te raden overbleef. Dus het is heel goed gelukt. Echt wel. Zeker. Ja, echt leuk, hè? Zeker. Super, hoor. Ja. Ja. Nou, wij vonden, nou. Na een tijdje vonden wij het toch wel een beetje saai. Ja, toen zijn we naar Wits geweest. Van Luf. Patty Somers. Patty Somers. Zijn we geweest en hebben we gezegd, Patty, we vinden het een beetje saai, hè, die burka zo. Nou, vooral dus, het zwarte. Ja, dat zwarte, ja, vooral. Zwart, ja. En je ziet geen hol. Dus hebben we op een gegeven moment zeiden wij dat. En toen zei Patty, ah, jullie moeten meer tits en ass. Jullie moeten meer hot stuff moslima. Jullie moeten een beetje groovy bitches. Een beetje funky shit. Jullie moeten een beetje Ayan goes Ali B. Een beetje Madonna goes Balkenende. Jullie moeten een beetje hot, funky, yo, what's up. Begrepen er niks van. We begrepen er helemaal niks van. Nee. Ik snap er gewoon niet. Nou, op het eind zegt ze tegen ons, I pimp your burka. En wij, oh, gewoon glitteren zo. Ja. Bling, bling, burka, zei ze toen. Vonden we zo leuk, ja. Hebben we voor gekozen. Even zien, ja. Even lachen. Oké, kom, doe maar uit, dat is laat. Wat is hier nou? Oh, hier. Oh. Erol. Wat vind je het leuk, hè? Mooi, hè? Ach, man, we zijn er zo blij mee. En we hebben natuurlijk... Oh, kom op, ruim. Toen Bahari pak je hem op alles. Bahari in opruimen. Daar kan ze, Bahari kan dat heel goed. Nee, en dus hebben we gezegd, we trekken ook helemaal dat bling-bling-lijn trekken we door. Dus ik heb nu ook een bling-bling BH aan. En een bling-bling string. We hebben eerst een heupslip geprobeerd, maar dan zag je al die naden zo zitten. Dat was heel lelijk. En we hebben ook een bling-bling telefoons. Bling-bling! Hallo? Dat is een bling-toon. Heel leuk. We hebben ook een heel mooi busje nu, met helemaal bling-bling geblink-blinkt. Met er op B3, ook in bling-bling. En nou, dat gaat zomaar door eigenlijk. Ik heb zelfs bling-bling tampons. Ja, het doet wel zeer. Ja. Yeah. Nou, en ook hier, Bahari heeft bijvoorbeeld bling-bling tanden laten maken. Laat maar even zien of zo. Blaasbling. Blaasbling, Bahari. Bahari, blaasbling. Ja, dat gaat niet zo goed. Heel goed, hoor. Stop maar. Oh, dat is mooi. Nou, dat dus. Als wij dus langskomen op uw multiculti kerstfeest, dan hebben wij dus een heel repertoire van zang en dans. Wij beginnen altijd met de Michael Jackson Moonwalk. Zullen we hem doen? Ah, leuk. 5, 6, 7, 8. Daarna, op de pauzefinale, hebben wij altijd Christina Aguilera bubbel. Och, dat is dat zo mooi. Vooral met de heupen en de kont en alles shaken, hoor. Komt ie. Oké, komt ie. Shake it. En laat maar los. Oh. Oh, man. Oh, man. Oh, en het is heel zwaar. En op de... Oh, sorry. Oh, ga doen. Oh, zo. En op de finale hebben wij altijd Go, Grease Lightning, go. 5, 6, 7, 8. Go, Grease Lightning, you burn not the quarter mile. Grease Lightning, go, Grease Lightning. Go, Grease Lightning, you force it through the heat lap tracks. Grease Lightning, oh, Grease Lightning. You're supreme. You hit my dream. Grease Lightning. Yeah. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee,
Ik vind het echt heel erg sympathiek hoor, als ze zo klapt. Maar wij vinden het zelf heel slecht overkomen. Ja. Ja, het is toch gewoon zo'n burka. Het is hartstikke mooi, maar het heeft ook zo zijn nadelen. Ja, maar het heeft ook zeker zijn voordelen hoor. Dat is ook zo. Ja, als wij bij een koud buffet met hapjes en zo, je kan er van alles onder meenemen. Niet die merk natuurlijk. Nou, behalve stokbrood. Dat kan niet. Zo onhandig. Nee, dat gaan ze zien hoor, dat valt op. Nee, ik was laatst, dat deed ik zo. Vonden mensen ook heel gek. Ben ik even mijn bril aan het schoonmaken. Ja. Dat is dus zo onhandig. Nou, wat het allerleukste is, het allerleukste doen wij altijd op de dikke vette afterparty, doen wij altijd balletje. Ach, dat is leuk. Dat is zo leuk. Dan doen wij een bal. Oh, kijk, er komt een bal. Wat is leuk. Laat even zien. Bal. Bahari, pak je een bal. Doe maar bal. Dan doen wij die bal onder Bahari. En dan gaan wij als een dolle heen en weer lopen zo. En dan moet u weten waar de bal zit. Ja. Doe maar dat is heel spannend hoor. Ja, heel spannend. Handjes weg. Handjes weg hoor. Nou, en dan moet u raden, als wij gaan lopen, dan moet u raden waar zit die bal. Oké, balletje. Komt-ie. Waar zou die zitten? Waar is die? Heeft Bahari hem nog officieel over? Dat zit hem toch? Balletje. Nou, zijn we er? Nou, waar is hij? Als u zich verveelt met kerst en u wilt een multicultureel kerstfeest, zoek dan even op in het boek B3. Doen we nog één keer de jel? Jazeker. B3, multicultureel kerst, doe wie? Burka. Oh.